Fase 2 van de aanleg van de oostelijke randweg in de Lier is aanstaande. Na het voorbelasten van de grond en het verbeteren van de kades beginnen bouwvakkers in januari met de fysieke aanleg van de randweg. De nieuwe weg verbindt de N223 bij het tankstation van Essen met de Veilingweg aan de noordkant van het dorp. Nieuwbouwwijken Niermolen en Molensloot krijgen ook een ontsluiting op de oostelijke randweg. En bij de voormalige jachthaven komt de nieuwe Oosterbrug te liggen. Verder is er ruimte voor extra waterberging en een nieuwe ecologische zone. Het complete project is eind 2020 af.